Misschien hebt u wel gemerkt dat er rondom facilitaire dienstverlening nogal wat dingen zijn veranderd de afgelopen tijd. Het doel hiervan is om maximale regie bij de zorgteams neer te leggen en ook zoveel mogelijk keuzevrijheid, ook voor huishoudelijke zaken. Inmiddels hebben alle woongroepen op de Twentse zorgcentra de beschikking over een eigen budget. Budgetten voor zorg, maar ook voor eten en drinken, de was, de schoonmaak, klein onderhoud en ook tuinonderhoud. Voor het facilitair bedrijf betekende dit dat we heel uiteenlopende groepen, ruim 100, moesten gaan bedienen met allemaal heel verschillende wensen. Dat betekende dat we ons aanbod veel flexibeler, gevarieerder en ook veel leuker moesten gaan maken. Natuurlijk spelen ook de kosten mee. We hebben besloten om niet meer zelf te gaan produceren, maar gebruik te maken van goede partners uit de markt. Sinds april belevert Huuskes de Twentse zorgcentra, alle woongroepen en op de terreinen en in de buitenlocaties. Huuskes is een totaalleverancier op het gebied van eten en drinken, gespecialiseerd voor zorgorganisaties. Bij Huuskes koop je producten onbewerkt, een beetje bewerkt of kant-en-klaar. Speciaal voor woongroepen zoals bij de Twentse Zorgcentra hebben we de app Etenzo ontwikkeld, waarin je op een hele gemakkelijke manier allerlei verschillende producten van Huuskes kunt bestellen. De maaltijdcomponenten, de boodschappen tot aan de medische bijvoeding. Als die gevraagd is door de woongroep van de Twentse Zorgcentra, dan levert Huuskes die aan de deur bij de woonlocaties af. Of zelfs in sommige gevallen als de producten zich daar voor lenen in de koelkast of in de diepvries. Op een aantal dagen in de week belevert Huuskes de woongroepen van de Twentse Zorgcentra. We hebben daarvoor een intelligent logistiek plan opgesteld om ervoor te zorgen dat onze chauffeurs zo min mogelijk de cliënten op de terreinen van de Twentse Zorgcentra tot last zijn. Belangrijk onderdeel hierin was het inventariseren van de wensen en voorkeuren van alle woongroepen binnen de Twentse Zorgcentra. We hebben alle groepen persoonlijk bezocht. Belangrijke vragen waren tijdens het bezoek hoe wil de groep omgaan met de warme maaltijd, zelf koken of de warme maaltijd laten bezorgen, maar ook vragen over het schoonmaken. Is de behoefte aan een huishoudelijke hulp of wil de groep dit liever zelf doen? Vervolgens waren er veel zaken die we in het project daarnaast nog moesten regelen. Bijvoorbeeld de aanschaf van apparatuur, de financiële kaders, contracten en natuurlijk de verschillende keuzemogelijkheden communiceren binnen de Twentse Zorgcentra. In de implementatiefase hebben we de groepen vervolgens ondersteund om op de nieuwe manier te gaan werken. Groepen kunnen voor vragen altijd terecht bij de facilitaire adviseurs. Klinisch is een wasserijorganisatie die de was doet voor drie segmenten: ziekenhuizen, zorgsector en hospitality sector. Binnen de Twentse Zorgcentra verzorgen wij het verhuurplatgoed en het persoonsgebonden goed van de cliënten. Dit persoonsgebonden goed gaan we verzorgen tot op cliëntniveau. Momenteel zijn we bezig met een traject om al het persoonsgebonden goed van de cliënten om te merken van traditionele labels naar barcode labels. De verwachting is dan ook dat alle woongroepen vanaf augustus het persoonsgebonden goed kastklaar ontvangen, zodat het direct in de kast van de cliënt kan worden gelegd. Het voordeel van het barcode registratiesysteem is dat we van iedere cliënt kunnen zien wat hij of zij in de kast heeft liggen, dat we kunnen zien wanneer artikelen bij ons voor het laatst in de wasserij zijn geweest en we kunnen nakijken hoeveel wasbeurten ieder artikel heeft gehad. Al met al is het een grote verandering binnen de Twentse Zorgcentra. Het facilitair bedrijf krijgt meer een adviserende rol naar de groepen toe en meer de rol van contractmanager naar de externe partijen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is of het de groepen gaat helpen om meer regie te pakken op hun eigen huishouden. Samen met de cliënten, verwanten en het personeel op de groep omgaan met het huishouden zoals zij dat willen. We gaan meerdere groepen volgen in de verschillende regio's, Losser, Enschede en Almelo. Waarbij we gaan kijken hoe dat gaat en hoe ze zich ontwikkelen. En daarmee gaan we ook onze dienstverlening weer verbeteren. We gaan ze filmen, zodat u mee kunt kijken. En natuurlijk hopen we ook vragen en opmerkingen van u te horen, zodat we daarmee aan de slag kunnen.